Maar eerst had je don't panic, omdat er 80 tot 85% van de mensen die het eventueel zouden krijgen, zonder medicamenten beter zullen worden. Omdat je weerstand gaat het probleem voor je oplossen. Het tweede advies is, die ik wil geven is om geen totale lockdown te houden. Omdat een totale lockdown, het medicijn gaat erger zijn dan de aandoening. Want onze hele maatschappelijk leven, onze economie, volksgezondheid, onderwijs gaat eraan kapot gaan. En het kan nooit zo zijn dat je een maatregel gaat treffen die de totale gemeenschap zal vernietigen. Ik wil de overheid adviseren om het focus niet te gaan leggen op totale lockdown. Ze moeten zich focussen op hoe ze het immuunsysteem van de gemeenschap kunnen versterken. En dat is dat we sapruit, groenten en vlees goedkoper kunnen krijgen, zodat we onze weerstand kunnen opbouwen. Op die manier kan je het probleem oplossen. Het virus is al in Suriname. Het virus zal niet vertrekken. Het gaat blijven. En wij moeten ervoor zorgen dat we ons weerstand verstevigen, versterken, zodat als we het eventueel krijgen, dat we ons weerstand het probleem oplost. Dat is wat ik in eerste instantie wil zeggen. En ik wil de gemeenschap vragen om zoveel mogelijk fruit, groente, sap te consumeren. Omdat daarin heb je vitamine C. En vitamine C gaat je weerstand een boost geven. Het is je weerstand die het probleem oplost. Verder wil ik aangeven is dat de seniorburgers vooral beter beschermd moeten worden. Want zij zijn eigenlijk het risicogroep. Iedereen die ouder is dan 60 jaar, je weerstand neemt af, je immuunsysteem neemt af. En je hebt dan ook nog senior burgers met een chronische aandoening, waardoor hun weerstand nog extra verzwakt is. Die groep is de risicogroep. Die groep kan als het ernstig is, in een intensive care belanden. Een andere opmerking die ik wil maken is dat 30 tot 35% van de mensen niet eens zullen opmerken dat ze geïnfecteerd zijn geweest. Omdat je weerstand het probleem oplost. Ik wil dus vragen dus dat niemand in paniek geraakt, want dat is wat er momenteel gebeurt. En als mensen dus in paniek raken, dan kan je hebben dus dat het probleem juist groter wordt dan wanneer we allemaal ons verstand gebruiken en doen wat we moeten doen. Wat die mondkapjes betreft, ik ben geen voorstander van mondkapjes. Mondkapjes zijn bestemd voor mensen in de verzorging die zieke mensen moeten helpen. En mondkapjes zijn voor mensen die ziek zijn. Het is namelijk bewezen dat als je een mondkapje opzet, dat je juist vaker met je handen in je gezicht gaat. En de kans is dan juist groter dat je ergens hebt aangeraakt waar het virus aanwezig is en waardoor je dus je infecteert. Want het virus heeft onze slijmvliezen nodig. En dat is je mond, je neus en je ogen om naar binnen te komen. En dat doe je met je handen. Je doet het niet met je voeten of met je buik, je doet het met je handen. We moeten onze handen regelmatig reinigen en desinfecteren. En iedere keer wanneer je buiten bent gegaan en je naar binnen bent gekomen, moet je het desinfecteren. En eigenlijk iedere keer wanneer je gezicht wil aanraken, moet je het desinfecteren. Omdat het is je hand die het transportmiddel is om het virus in je slijmvliezen te brengen. En dat zijn dan je ogen, je oren en je neus.